verder met de grootste talkshow, de langste talkshow moet ik zeggen, ooit gedaan. 84 uur achter elkaar en we zijn nu net over de helft. En aan tafel is aangeschoven Koen van der Hoeven, lichtontwerper. En ik heb natuurlijk eventjes een beetje research gedaan. Jij bent een hele, hele grote naam. Een hele grote naam. Je gaat al heel lang mee. Ja, en je ja. hebt heel veel gedaan. Dus ja, noem eens wat. Wat zijn dingen die jou in het geheugen gegrift staan van grote shows die je hebt gedaan? Kinky Boots is misschien dan wel de eerste. Want dat was de voorstelling die nu ook weer vreed afgekapt is. Ja. Dat was mijn laatste grote musical. Maar, zullen we daar meteen heel even naar kijken? Ja, want daar hebben we een fragment van. Ja, ja. Okay. Wat is het allermooiste ding van de hele wereld, Charlie? Het is goed! Er is iets moois te zien. Ik zit met een fabriek vol mensen die ik morgenochtend moet ontslaan. Stol en pak mijn hand. Wees welkom in de lucht. Nee! Nou ja, doe lekker wat je wil. Je gaat mij niet ontslaan. In niets, mijn vader. Maak iets dat wel verkoopt. Een ander product. Blijf allemaal. Wij zijn maar. Erper. Glitter, veren. Bola's Kinky Boots. Bouw niet op mij. Ga laarzen maken. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Dit moet lukken. Dit moet lukken. Dit moet lukken. Kijk eens achter je. Goed afgekapt, zei je net. Ja. Wat doet het met je als je het zo ziet? Nou, het is wel heel mooi om het weer te zien, ja. Maar het is ook wel verdrietig, hoor. En ook te bedenken dat al deze mensen nu helemaal thuis zitten. Ja, hoeveel zijn dat er? Nou, met een orkest wat je niet ziet, maar wat er wel live is. En techniek, ik geloof dat er meer dan 80, 85 mensen aan de productie per avond meewerkten. Dus en nu allemaal thuis. Allemaal thuis, ja. En jij, hoe lang ben je bezig geweest met het lichtontwerp voor deze show? Ja, dat is altijd een beetje lastig, want ik ben al, meestal ben ik, sorry, een jaar van tevoren word je bij betrokken. En ik ben niet in vol tijd een jaar bezig, maar ik ben over de tijd. En je doet ongeveer een maand over monteren in een theater en try-outs en dergelijke. En dat zijn hele intensieve maanden. Ja. En nu heb je het gevoel misschien een beetje, want hoe vaak heb je me kunnen opvoeren? Nou, hij heeft wel best wel een aardige keer aardig wat gespeeld. Okay. Ik geloof een keer of 80 of zo heeft hij gespeeld. Okay. Maar hij zou niet nog voor niks in nee, ieder geval. Gelukkig niet. Maar hij zou nog verder gaan. Ja. 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 Noem nog eens eventjes om ons lekker te maken. Want ik heb op je site gekeken. Het was een echt schier oneindige lijst. Ja, heb jij de leukste producties gevonden? Ja, dat vind ik altijd. Nou ja, noem. Wat is je leukste kind? Dat kan je niet zeggen. Het zijn allemaal je kindjes. Maar het leuke vind ik dat ik zo ontzettend veel variëteit in heb. Maar ik doe wel heel erg graag muziektheater. Dus, ja? Maar musicals, maar ook. Nou, waar ik ook mee bezig was, is Vietnam. Bijvoorbeeld juist weer een hele kleine, intieme muziekvoorstelling. Die ook gestopt is. Ik was ook bezig, de voorstelling die draaide was ook Verliefd op Ibiza. Dat was iets heel anders. Ja, en, van de film. Ja, van de film, ja. een comedy. Ja. Maar ik doe bijvoorbeeld ook musea. We hadden net een tentoonstelling. Een lichtontwerp voor tentoonstellingen. Ja, en we hadden net een tentoonstelling geopend in Soesterberg, in het Militair Museum. Mm-hmm. En die was eigenlijk, na een paar dagen alweer, moest die weer dicht. Ja. Die is gisteren weer heropend. Dus maar vooral die variëteit, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Want, dus de variëteit maakt jouw vak leuk. Maar wat maakt het vak van lichtontwerper zo mooi, boeiend, dat je het al zo lang doet?
Ja, nou, ik probeer, dat klinkt een beetje opschepperig of zo, maar ik vind het altijd, ik heb een beetje het idee dat het licht, dat voegt eigenlijk magie toe aan de voorstelling. Ja. En er worden prachtige decors gemaakt in kostuums en er wordt mooi geacteerd, fantastisch orkest. En als je dat gewoon in TL-licht doet, dan is het geen toneelvoorstelling. En op het moment dat je het licht uitdoet en nou ja, je maakt iets als dit. Je ziet, dit is een hele saaie hal. Als je hier gewoon het gewone licht aan zou doen, dat zou het verschrikkelijk zijn om te zien. En, heb je het hier ook gedaan? Trouwens? Nee. Collega van me, van de televisie. Oh, ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk licht maakt eigenlijk de voorstelling. Ja, ja. Ja, en, dat is een hele belangrijke rol. Ja, ja. Ja, iedereen heeft natuurlijk de belangrijke rol. Dus je bent maar een klein onderradertje. Maar het is wel degene die het laatste ingrediënt wat eraan toegevoegd wordt. Waardoor de voorstelling afgemaakt wordt. Ja. En waar haal jij jouw inspiratie uit? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, je kan niet zomaar elk lichtplan op elke show gooien. Dat je denkt, nee. Nou, ik doe het altijd zo. Dat luistert natuurlijk nauw. Dus je ziet een show en je denkt, hey, zo moet dat worden. Waar haal je dat? Hoe kom je daar achter? Ja, dat... Je hebt natuurlijk ook gesprekken met de decorontwerper, met de regisseur en de producent. Welke kant je op wilt met zo'n voorstelling. Maar het zijn ook dingen die je gewoon in het dagelijks leven ziet. En soms zie ik een mooie schaduw in de stad of zo. Dat je denkt, of als je onder een brug doorloopt en je ziet een bepaald watereffect. Ja. Je denkt van, hey, dit wil ik eens een keertje gebruiken. Weet je wel, ergens. Je laat je inspireren door het gewone leven. Ja. En hoe is het nu met je? Persoonlijk goed, maar ik heb niks te doen. Nee, echt helemaal niks. Nee. En wat betekent dat voor jou? In het begin had ik nog wel een buffertje omdat ik wel een goed seizoen had gedraaid. En dat ben ik nu aan het opeten met mijn gezin, maar het houdt op gewoon. En de berichten zijn eigenlijk alleen maar, het worden maar slechter en slechter. En daarvoor, ik twijfel ook een beetje om hier te komen zitten. Want ik, vertel. Nou ja, ik zie al mijn collega's die hebben gezegd, ze zijn allemaal heel erg positief. En die hebben allemaal krijgen een nieuw elan. En die willen mooie dingen gaan maken. En dan voor weinig mensen. Zo. Maar ja, mijn vak bestaat eigenlijk niet meer. Want ik hoor, ik heb met Bastiaan Ragas gewerkt. Een hartstikke leuke, een goede producent ook. Maar die vertelt dat hij... Is hier ook geweest? Ja, dat hij in zijn eentje gaat en zijn technici thuis laat, bij wijze van spreken. En dus ook geen licht meer laat ontwerpen voor een voorstelling, bijvoorbeeld. Nee, denk je? Want als het allemaal doorgaat, kunnen er theaters wel voorstellingen voor 30 man, 100 man? Dan zou je zeggen, die hebben toch ook een lichtontwerp nodig? Of zie je dat somber in? Ja, wat ik hoor, heel veel berichten nu al dat er gewoon gezegd wordt, nou, dan doen de technici van de theater het, want die die zitten er toch al en die worden betaald. En er is gewoon geen geld om een decor en een kostuum en een lichtontwerper te betalen. En wanneer denk jij dat er voor jou weer licht aan de horizon gloort? Ja, de ontwerpers die worden eigenlijk altijd betaald van de garantiesom die de theaters betalen voor een voorstelling. Dus op het moment dat theaters weer durven te investeren in grote voorstellingen, kan ik ook weer betaald worden, zeg maar. Ja. En dat is een beetje... En hoe lang dat duurt, dat... Nee. Heb je daar slapeloze nachten van? Nou, ik slaap nogal goed. Oh, gelukkig. Dus gelukkig. Maar figuurlijk wel, ja. Nee, het is niet onbezorgd. Nee. Nee, ik kan me voorstellen. Laten we hopen dat die theaters inderdaad snel weer kunnen investeren. Daarom zitten we hier natuurlijk ook, om ook duidelijk te maken... Er is geld nodig. Er is geld nodig, niet alleen voor de artiesten, hè, die vaak nog ook wel een buffer hebben, maar juist al die mensen achter de schermen waar jij er een van bent, die zo belangrijk zijn om de magie tot stand te brengen in de cultuur. Jij zit hier namens jezelf? Ja. Ik wou eigenlijk zeggen, ik zit hier namens 92.000 ZZP'ers. Die worden volgens mij hier en daar ook verdisconteerd in... Zeg het maar, hoeveel wil je? Ik wou in ieder geval wel mijn collega lichtontwerpers in de vooral de vrije dat sector mag zeker, waar ik in werk. En ik denk dat dat het
toch wel een 15 man zijn. 15 man. We zetten er 15 bij. Dankjewel voor je verhaal. Heel graag gedaan. Koen van der Hoeven. En zet nog even je handtekening als je wil. Oké, dankjewel. Okay, dankjewel.